Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. Nog steeds niet helemaal goed bij stem, maar we gaan een poging wagen. Deze uitzending was eigenlijk voor zaterdag, maar doordat er gisteren opnieuw iets misging, ahum, was er gisteren ook geen bijdrage. Ik berichtte eerder al over koperdieven die een flink deel van de mast van een radiostation in Oklahoma lieten instorten en ook het noodaggregaat vernielden om voor een paar honderd dollar aan koper te kunnen verkopen. De sheriff van Choctaw County heeft twee werknemers van een handel in oude metalen in de plaats Paris in het nabijgelegen Texas gevonden, die een dag na het gebeurde op 15 januari probeerden het koper uit de coaxkabels te verkopen. Na contact met de eigenaar van het station kwam de bevestiging dat de kabel inderdaad van de mast van het radiostation afkomstig was. Sinds het station bij de actie meer dan een half miljoen dollar schade opliep, is de zender alleen nog in een heel klein gebied in de ether te ontvangen en daarnaast via een internetstream. De koper die verkapte de tuikabels door, waarna het bovenste deel van de mast naar beneden kwam en een groot deel van de locatie verwoestte. Er is tegen de mannen nog geen aanklacht ingediend. Voor het eerst sinds tijden heeft FCC, zeg maar het RDI van de Verenigde Staten, nieuwe voertuigen aangeschaft en nieuw personeel aangenomen voor de jacht op piratenzenders. FCC wil de activiteit op dit gebied uitbreiden met het per direct aannemen van 4 nieuwe medewerkers en de aanschaf van 6 voertuigen met mobiele richtapparatuur. De FCC maakte de stap bekend in haar jaarverslag over het vorig jaar. De voertuigen zullen in 2024 en 2025 worden opgetuigd en na de eerste 4 zullen er nog meer mensen worden aangenomen. De FCC heeft de handhavingsinspanningen opgevoerd sinds 2020, het eerste jaar van een nieuwe wet die bekend staat als de Preventive Illegal Radio Abuse Through Enforcement. De afkorting hiervan is het woord pirate, P-I-R-A-T-E. In de wet gingen de boetebedragen fors omhoog, tot boetes van maximaal $119.000 per dag en een totaal maximum boetebedrag van $2.4 miljoen. FCC heeft echter nog niet bekendgemaakt of de in de afgelopen periode opgelegde boetebedragen ook geïnd zijn. FCC is namelijk niet gemachtigd om de boetes zelf te innen. Dat moet gebeuren vanuit het Amerikaanse ministerie van Justitie door naar de rechter te stappen. Het is wat lastig om in te schatten in hoeverre dit allemaal klopt, maar er zijn berichten dat mogelijk het wrak van de Lockheed 10A Electra van Amelia Earhart te zien is op sonarbeelden op 5 à 6 kilometer diep in de Stille Oceaan. Ze zou in dat geval zo'n 160 kilometer vanaf haar koers zijn afgeweken. Earhart is naast Charles Lindbergh een van de bekende piloten uit die tijd. Ze raakte in de zomer van 1937 vermist nadat het contact met het vliegtuig verbroken raakte toen ze nabij haar geplande tussenlanding op Howland Island, een superklein eiland ongeveer midden tussen Hawaii en Australië, de oproepen niet meer beantwoordde. Haar beoogde vlucht zou gaan van wat nu Papua Nieuw-Guinea is, de hele wereld rond, om zo de eerste vrouw te worden die zo'n vlucht gemaakt had. Earhart had al meerdere van deze prestaties op haar naam staan, zoals diverse solovluchten, waaronder de eerste vrouw die solo over de oceaan vloog, zoals Lindbergh dat als eerste man gedaan had. Haar betekenis gaat verder dan alleen een zeer bedreven vliegenier te zijn, zo zetten ze zich onder andere in voor gelijke berechtiging van vrouwen. Over de vlucht doen veel verhalen de ronde en ook het huidige nieuws hierover is vol van ruis. Een expert van de NASA die veel van de zaak zou weten, zei bijvoorbeeld deze week dat Earhart een zeer goede navigator was, maar dat ze zich die ene keer best vergist kan hebben. Deze uitspraak geeft blijk van nogal veel onkunde. Bijvoorbeeld een vliegtuig in die tijd besturen, zeker de Electra, was geen lichte taak en helemaal niet op dit soort lange vluchten zonder tussenlanding. Het was dus Earhart die het vliegtuig vloog. Fred Noonan was de navigator aan boord. Bovendien was er iets met die navigatie. Het vliegtuig was als een van de eerste vliegtuigen uitgerust met een radio direction finder. Dat is vergelijkbaar met een pijldoos op 80 meter met zo'n loopantenne erbij. De meeste mensen kennen dat wel, voor amateurs. Het is bekend dat Earhart en Noonan onvoldoende tijd besteed hadden aan de werking van deze op dat moment zeer moderne apparatuur. Een aantal experts gaan er daarom vanuit dat de oorzaak van de navigatiefout, als die er is, bij verkeerd gebruik van de direction finder of het verkeerd interpreteren van de resultaten ervan moet hebben gelegen. Er zijn ook eerder sonarbeelden geweest die gelijkenheid hebben met het vliegtuig. Maar aan de andere kant ligt het vliegtuig in tegenstelling tot meerdere eerdere kandidaten nu wel op de juiste plek. De historie van deze vlucht heeft verder veel raakvlakken met de zendhobby. Het waren veel zend- en luisteramateurs die de communicatie tijdens de vlucht beluisterd hebben. En er is een kans dat de laatste uitzending die van haar gehoord werd ontvangen is door een 6 jaar oud meisje, een luisteramateur. Verder zijn zowel het tussendoel van deze vlucht Howland Island als de twee mogelijke eilanden Gardner Island en Baker Island, waar ze in plaats van op dit eiland geland zou kunnen zijn, in deze regio allemaal mooie en gewilde locaties voor de expedities. Ik overweeg nog een keer een langer vervolg te maken over Amelia Earhart. Het is een interessant verhaal om er zo wat dieper op in te kunnen gaan.
Amsat heeft een pleidooi gehouden bij Sapienza Space Systems en Space Surveillance Laboratory om de geplande sluiting van de DigiPeter aan boord van de amateursatelliet GreenCube of IO-117 uit te stellen. De satelliet zou anders op 5 februari worden ontmanteld. Amateurs over de hele wereld maken al meer dan een jaar gebruik van de DigiPeter voor curso's, waaronder die voor de spraakmakende de expeditie TX-5S op Clipperton Island in de Stille Oceaan. Ik ga daar later nog op in op dat eiland. Amsat zei dat dit de eerste activering in 3 decennia van Clipperton Island via de amateursatelliet was. Amsat herinnerde er daarbij aan dat amateursatellieten zoals Amsat Oscar 7 vaak een veel langere levensduur hebben dan andere satellieten. De nog steeds actieve Oscar 7 werd bijvoorbeeld in 1974 gelanceerd. Amsat heeft toegezegd betrokken te zijn bij het beheer van GreenCube in samenwerking met Amsat Italia, S5 Lab en andere Amsat-organisaties. Amsat stelde verder dat GreenCube de eerste satelliet in een middelhoge baan om de aarde voor zendamateurs is, wat wereldwijde lange afstandcontacten via amateurradiosatellieten mogelijk maakt. Die contacten waren niet meer mogelijk sinds het verlies van Amsat Oscar 40 in 2004. De vlag van Vaticaanstad wapperde de laatste 2 weken van januari op Clipperton Island, een van de meest afgelegen eilanden ter wereld, met IOTA nummer NA011. Clipperton ligt ter hoogte van Nicaragua en El Salvador in de Stille Oceaan. Het dichtstbijzijnde land is Acapulco in Mexico op 1280 kilometer afstand. De Coral Atoll is een lagune omgeven door een smalle ring van ruim 4 kilometer in diameter. Het eiland hoort bij Frankrijk en is onbewoond. Het is een gewilderde X-locatie. Francesco Falsetti is een Italiaanse amateur die tevens operator is van het amateurstation van Vaticaanstad, HV0A. Falsetti was de eerste die de vlag plaatste. Het was de eerste keer dat de vlag van het Vaticaan tijdens zo'n expeditie werd gebruikt en tevens de eerste keer dat Vaticaanstad radiocontact maakte met het eiland. Falsetti reisde met een aantal anderen naar het verlaten atol als onderdeel van een internationale expeditie. Ten slotte is er nog iets over propagatie op de korte golf. Afgelopen week was kalm met een maximale KP-index van 3. Zonneflux ging van 172 op 24 januari naar 135 op de 30ste. Dat was overigens nog wel genoeg om de 10 meter band open te houden. MUF over een pad van 3000 kilometer was meestal tussen 29 en 36 megahertz overdag. Er werden slechts C-klasse vlammen en 1 M-klasse waargenomen. Een nieuw actief gebied 3567 in het noordoostelijk kwadrant van de zon is het meest veelbelovend. Volgens meerdere ruimteweerinstituten is er een 25% kans op een matige M-klasse vlam. Eerder in de week was er een periode van matige stralingsstorm op S2 niveau. De protonniveaus die langs de aarde vlogen na een zonnevlam vroeg op maandagochtend namen toe, maar dit is nu voorbij. NOAA voorspelt mogelijk hogere zonneflux van 150 op zondag tot 165 later in de week. Geomagnetisch is het echter onrustig. Bronnen van deze bijdrage: DX News, WAE in Australië, Amateur Radio Newsline, GP2RX van de RSGB en AHAM. Je kunt Daily Minutes PS mailen op het korte mailadres x@xdv.me. En natuurlijk ook op de Facebookpagina van Radio Theepot. Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Daily Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op de middengolfzender Radio Theepot, die uitzendt vanuit Gasselte-Nijveen op 918 kHz.